Hoe lang woon ik hier nu al? En hoe lang ben ik er al aan het ondernemen? Er is echt veel veranderd de afgelopen jaren. En nog steeds die mooie monumentale gebouwen. De gemoedelijke sfeer? Ik hou ervan. Ik ben echt wel benieuwd wat ze met het centrum gaan doen als ze het in de toekomst gaan opknappen. Krijgen we meer groen? En hoe kunnen we het nog mooier maken? Gelukkig zijn er ook genoeg andere ondernemers die meedenken over die plannen, want we moeten die mensen wel naar het centrum blijven trekken. Daar zorgen wij wel voor. Nou, hier is ook al echt veel opgeknapt. Vroeger was het echt uitgestorven. Nu is dat wel anders. Hier zijn we al klaar voor de toekomst. En dit biedt ook kansen. Ja, er zijn genoeg slimme ondernemers die hier hun voordeel mee hebben gedaan. En want zij zorgen ervoor dat ik hier nog steeds een borreltje kan drinken. Of om de hoek mijn boodschappen kan doen. Ja, hoe fijn is dat? Slimme ondernemers hebben we genoeg. We doen zelfs buiten de gemeente goede zaken. Het valt me wel op dat het steeds drukker wordt in Oorschot. Tja, dat heeft dan meer te maken met de ligging in de Brainport-regio. Door die drukte wordt de bereikbaarheid er niet beter op. Maar goed werk kost tijd. Alles wordt beter bereikbaar en veiliger. En daar plukken we natuurlijk allemaal de vruchten van. Helemaal als industrieterreinen als de stad en Steenvoort ook een upgrade gaan krijgen. En niet vergeten de uitbreiding van de Scheper. En toch, je hoeft niet ver te zoeken naar rust. Want we hebben het beste van twee werelden. Wat ben ik blij met die combinatie. Want hier wordt gezorgd voor ons eten. En dat is belangrijk. Want wij willen lekker brood blijven kunnen eten. En blijven genieten van een goede maaltijd. Er is genoeg om van te genieten hier. En dat moeten we koesteren. En ik ben blij dat de gemeente ons daarbij helpt. Bijvoorbeeld met subsidies voor evenementen. Want evenementen zijn belangrijk voor ons. Denk maar eens aan al die bezoekers die komen gruwelen tijdens Halloween. Of hoe mooi het is dat we die lichtshows van Glow hier kunnen ervaren. Een mooier openluchtdecor bestaat er toch niet. We kunnen er allemaal ons voordeel mee doen. En door creatief te zijn, kunnen we er nog meer uithalen. En dat maakt dat ondernemers elkaar hard nodig hebben. Jullie versterken elkaar. Jullie zijn de ruggengraat van onze economie. Jullie brengen leven in de brouwerij. Jullie creëren banen, stageplekken en kansen voor onze inwoners. Jullie zien mogelijkheden, zetten die om in actie. En daarom blijft de gemeente voor jullie ruimte ontwikkelen. Dus laten we met elkaar trots zijn op onze ondernemende gemeente. En dat als echte ambassadeurs uitstralen. Ah, trots ben ik zeker. We zijn groots in bescheidenheid. Maar onze bescheidenheid maakt ons groots. Samen maken we gemeente Oorschot.